Welkom bij Leeuwarden Actueel van donderdag 22 april 2010. Adi Stoker, die 14 jaar in de gemeenteraad van Leeuwarden heeft gezeten voor de ChristenUnie, heeft zijn lidmaatschap van deze partij opgezegd. Hij stond bij de laatste verkiezingen op een onverkiesbare plaats en werd niet herkozen. Hij gaat zich nu bezighouden met het op de kaart zetten van een nieuwe, progressief christelijke partij, de PCP. Een belangrijk punt voor Stoker is het babyluikje. De nieuwe partij wil dat dit legaal wordt in Nederland. Vlak voor de verkiezingen deden de Partij van de Arbeid en de VVD een voorstel voor de aanleg van een elfstedenbos in het gebied langs de Zwette, iets ten zuiden van Leeuwarden. Het bos had de vorm moeten krijgen van een elfstedenkruisje. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit echter afgewezen, omdat zij het landschap in dit gebied open willen houden. Het is de bedoeling dat er een bedrijven- en recreatiegebied komt met de naam Nieuw Stroomland. Hierin moet een groen gebied van 20 hectare komen. Volgens het college is een watergebied daar beter op zijn plaats dan een bos. De oudste speeltuin van Friesland, de Gerard Douw in de wijk Huizen, krijgt een groene update. De vereniging wil de speeltuin smoeker maken. Er is een gesprek geweest met de gemeente en een gespecialiseerd bedrijf heeft een ontwerp gemaakt waarover iedereen tevreden is. Er worden onder andere struiken geplant. De speeltuin wordt heuvelachtiger gemaakt en er komen nieuwe bomen. De speeltuin krijgt op deze manier een meer natuurlijke uitstraling met behalve struiken en bomen ook water en zand. De kinderen mogen weer vieze kleren krijgen tijdens het spelen. De CDA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat opheffing van Friesland volstrekt niet aan de orde is. De Friese Kamerleden Sander de Rauwe en Joop Atsma starten daarom een petitie op internet. Ook de Raad van de Friese Beweging maakt zich zorgen over het voortbestaan van Friesland en is blij dat de provinciale staten zich duidelijk hebben uitgesproken tegen samenvoeging van de drie noordelijke provincies. Woensdag 21 april organiseerde BV Sport het kampioenschap voor de Leeuwarder basisscholen die meedoen aan het project Basisschool in Beweging. Het evenement werd gehouden in Sportcentrum het Kalverdijkje en er werd gestreden in drie takken van sport, te weten floorbal, vlekvoetbal en basketbal. Er deden ongeveer 250 leerlingen van 13 scholen aan mee en per tak van sport waren er een eerste, tweede en derde prijs te verdienen. Tevens was er een Fair Play Award te winnen voor de sportiefste school. Het bijzondere aan dit evenement is, het zijn allemaal scholen die bij ons in het programma meedraaien, sport- en beweegprogramma meedraaien van basisschool in beweging. En we doen altijd een soort afsluiting van tussen de scholen. En dan doen we hier drie takken van sporten. Dat is vlekbal en floorbal en hebben we nog meer, basketbal. En die teams die worden allemaal getraind door CIO-studenten. Die op deze scholen ook inderdaad gewoon stage lopen. En dus die teams ook trainen en de teams nu ook begeleiden. En daarnaast maken we nog gebruik van de opleiding SDV van het Pieter Jelles. Inzicht heet het tegenwoordig. En die begeleiden de teams ook nog mee. Dus mede door dat wij een goede samenwerking hebben met deze beide opleidingen, CIO's en SDV, zijn wij ook in staat om zo'n hele grote happening te organiseren. Dit was Leeuwarden Actueel van donderdag 22 april 2010. Tot ziens!